Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Dordtse stadhuis heeft beheerder Steffen Pieper van de dierenweiden in Sternenburg een petitie overhandigd aan burgemeester en wethouders. Met 700 sympathisanten strijdt hij voor behoud van de dierenweiden. De gemeente wil daar wel aan meewerken, maar alleen onder nieuwe voorwaarden. Ja, ik ben het er nog niet helemaal mee eens hoe het staat, maar ik hoop gauw uitgenodigd te worden door Piet Sleking. Er is een hoop gedoe geweest. Het oude contract is door de gemeente eenzijdig ongeldig verklaard. Er moet een nieuw contract komen, daar ben jij het niet mee eens. Nee. Het is zelfs zo geëscaleerd, je ganzen zijn in beslag genomen, je hebt zelfs nog vastgezeten. Dit loopt een beetje uit de hand. Ja, en vandaar ook dat ik nou mijn gezicht en mijn goed wil tonen naar de gemeente om aanwezig te zijn en de petitie te overhandigen. In de hoop dat wij ook gewoon ja, normaal door een deur 2020 in kunnen gaan. Ja, het is wel een echt lastig probleem waar we daarmee geconfronteerd worden. Er lopen natuurlijk al jarenlang eigenlijk handhavingstrajecten. Omdat er van alles is gerealiseerd waar geen vergunning voor verleend is. Ook vanwege een klacht uit de omgeving. Hij is begonnen met een paar ganzen, dat zijn er intussen geloof ik tegen de 20 geworden. Ja, die veroorzaken echt overlast. Maar goed, de ganzen zijn nu weggehaald, dan zou je zeggen, is het probleem opgelost? Nou, nog niet helemaal, want er lopen nog andere elementen die ook niet vergund zijn. Wat wij hem hebben aangeboden is een nieuwe overeenkomst, waarin ook wel echt striktere voorwaarden gesteld zullen worden. Op basis waarvan hij die dierenweide kan blijven gebruiken. Maar hij wil niet tekenen, hij wil vasthouden aan de oude overeenkomst. En ja, dat lijkt me juridisch ook moeilijk om iemand te dwingen een andere overeenkomst te tekenen. Ja, ik denk dat we dat wel kunnen. Er is natuurlijk wel juridisch advies in gewonnen. Volgens mij gaan we hierbij ook zorgvuldig te werk. Nogmaals, ik ga met hem in gesprek, ook op basis van deze petitie. En we gaan eens kijken hoe dat nieuwe contract eruit ziet en of we toch tot overeenstemming kunnen komen.